Goedemiddag guys, het is vandaag woensdag. Ik ben mega ziek. Ik moet morgen voor werk naar Antwerpen toe. Ik ga in de auto even verder vloggen, want het is een beetje druk op straat. Maar morgen moet ik voor werk naar Londen toe met Shady, met management. En ik ben echt heel ziek. En ik denk dat dat door de airconditioning van de auto komt. En ik voel me niet lekker, helemaal keels opgezet. Slikken doet pijn. Ik heb net eigenlijk ingepakt. Ik ga de airco niet aandoen. Ik ga gewoon de ramen naar beneden gooien. In de hoop dat het ook niet regent straks. Want ik voel me ook constant een beetje benauwd. Ik had gewoon een spin in de auto. Maar ja, als er iets is waar ik niet bang voor ben, zijn het insecten. Soef vond het ook wel raar. Dat ik gewoon een spin oppakte en zo naar buiten gooide. Een keer. Maar ja, ik ben echt totaal niet bang voor insecten. Maar spinnen, die dood ik ook niet. Maar goed, dit is een beetje van de topic af. Ik ga nu even heel snel naar Antwerpen toe. Want ik wil Soef verrassen als hij terugkomt. Want hij is nu in Spanje. Want hij vond een paar schoenen die ik had heel mooi. En ze zijn heel moeilijk te krijgen hier. En in Antwerpen waren ze pas binnen. Dus toen ik laatst was gegaan met Valerie. En nu heb ik even gebeld. En ze hebben zijn maat nog. Dus die ga ik even voor hem ophalen. Want ik vlieg morgenochtend om 6 uur. En hij landt in de avond. En dan dacht ik, misschien is dat leuk om met een kaartje achter te laten op zijn bed. Wow jongens, dit is heftig. En dan kom ik terug van Antwerpen. En dan ga ik mijn koffer meenemen. Want ik slaap vandaag in Amsterdam. Zodat ik morgen vroeg gewoon op tijd bij de airport kan zijn. Mensen, deze mevrouw. Ik rij net. Ik heb per ongeluk mevrouw aangeraakt. En ik kwam tegen de trekhaak aan. Nee, dat bent u niet. Nou mensen, ik ben heel even met mijn volgers aan het praten. Ik ben net u heel rustig van. Nee, u kunt sorry zeggen en dan kunnen we papieren invullen. Sorry? Ja. Maar ik wil echt niet van plan dat iets met u. Nee, maar dat gaat erom dat u dit. Nee, maar u moet wel eerlijk blijven. Kijk mensen, ik heb mevrouw net geraakt. Ik wil verzekeringspapieren invullen. Vervolgens ben ik tegen de trekhaak aangekomen. Weet je, het is wel zo netjes om dat gewoon te betalen. Ik wil het betalen. Het bleek dus dat alleen het plastic dopje van de trekhaak kapot is. Want de trekhaak die kan niet kapot. Ik maak foto's van mijn eigen schade, van mijn vrouwder schade. Ik maak foto's van de platen, zodat de trekhaak ook niet is verschoven. Dat is niet gebeurd gelukkig. En opeens begint mevrouw te filmen en zegt ze op het einde van het filmpje zegt ze dat ze pijn heeft aan haar nek. Nee, en de klap, jawel, u zei u ik heeft ik een slagblaadje aan mijn nek. Ja, en toen deze au. Toen zei ze dat nog, kijk uw filmpje maar even terug. Kijk uw filmpje maar even terug mevrouw. En dat vond ik super brutaal, want dat betekent dat mevrouw gewoon fraude wil plegen voor de verzekering. En dat gaan we niet doen. Mevrouw is helemaal gek mensen. Ze heeft gewoon een nekfilmpje opgenomen en zegt dat ze last heeft van haar nek. Ik zei, dus ik bel en ik zeg, ik ga de politie hier erbij halen. Of ze verwijderen dat filmpje nu in mijn gezicht en ik doe geen aangifte van fraude. Want dat is echt wat hier zou worden gepleegd. Of het is gewoon klaar. Dus of u verwijdert dat filmpje. Ik verwijder het direct. Ja, dan krijgt u een eerlijk filmpje niet. Die ik heb opgenomen. Dat interesseert ja. Dat je zijn al. Dat is niet waar wat u zegt. Is dat is niet. We zijn ondertussen een half uur verder. En het enige wat u zei, dat zoveel een leugen. Een leugen. Ik weet zelfs niet wat dat staat. Dat, ja, zal ik het even laten zien? Tuurlijk. Ja, nee, maar kijk, ik vind het niet erg mevrouw. Als uw trekhaak echt kapot was, hadden we verzekeringspapieren ingevuld en was er niks aan de hand. En dan kreeg u gewoon echt uw geld van de verzekering. Maar naar inzien, toen ik dat ging ontleden, bleek uw filmpje niet correct te zijn. Die heb je niks anders verwijderd als die? Nee, absoluut niet. Dat zou ik nooit doen mevrouw. Maar ik wil wel dat een leugen verwijderd wordt. Ja, tuurlijk doe ik dat eruit. Veel te veel tijd ja, maar u wou liegen. Dank u wel. Dag. Nou, ze hadden ze nog in soep gemaakt. Ik ga nu weer naar huis rijden. Het regent echt super hard op de weg. En mijn keel doet zoveel pijn. Ik heb de hele dag niks gegeten. En ik ben gewoon bij de McDonald's gestopt om zoete aardappelfrietjes te eten. En daar had ik echt heel veel zin in. Ik wil eigenlijk alleen een milkshake voor mijn amandelen. En die hadden ze niet. En toen heb ik gewoon een koud flesje water en aardappelfrietjes gehaald. En ik ga nu heel even dit eten terwijl ik geparkeerd sta en wacht totdat ik weer mag rijden. Ik heb net in België zoiets geks meegemaakt, jongens. Echt. Ik was zo boos en zo emotioneel geworden. Weer. Maar ik heb mijn composure.
Maar dat vertel ik jullie wel als ik thuis ben. Want ik ga nu even dit eten. En dan ga ik weer rijden. En dan hoop ik dat het wat minder druk is op de weg. En dan ga ik inpakken en dan ga ik richting Amsterdam. Want ik ga lekker daar slapen. Ik wil eigenlijk ook nog even langs de Primark. Of langs een winkel waarvan ik weet dat ze daar stokken verkopen. Dus de H&M of de Primark. Want ik moet witte sokken halen voor Soep. Want het zijn witte schoenen. En hij heeft nooit witte sokken. Hij heeft nooit witte sokken. Kijk, ik maak die fout ook af en toe dat ik zeg maar... witte schoenen met zwarte sokken dragen. Maar dat is alleen als het gewoon echt niet anders kan. Als we allemaal in de was zijn. Maar hij heeft gewoon geen witte sokken. Dus ik dacht dat is wel een leuk grapje om te maken. Want dan ziet hij dat zo liggen. Met allemaal witte sokken. En dan is het wel grappig om dat even zo in te vullen voor meneer. Ik kan gewoon niet geloven dat ik de Primark nog heb gehaald. Muziek even wat zachter. Ik heb ook dit voor mezelf gehaald. Van die scrub handschoentjes kan ik die gelijk meenemen naar Londen. En sokken voor meneer. Net even een koffer opgehaald. Ik ga nu naar huis om in te pakken. Ik had helemaal niet verteld wat ik aan had. Ik had gewoon echt een zwarte hoodie aan. Heel oversized. Een zwarte legging. En mijn... heel gek, want dit draag ik meestal niet. Maar dit zijn roze Chanel sneakers. En mijn keel is nog steeds echt fucked up. Ik ga thuis ook even medicatie innemen om die mee te nemen. En ga heel snel mijn koffer inpakken. Nou mensen, ik ben aan het inpakken. En dat gaat aardig goed. En ik heb Shady aan de telefoon, want we zijn samen outfitjes aan het verzinnen. Dit had ik trouwens ook gehaald in Antwerpen bij de Zara. Ik weet niet of ik het al heb laten zien, maar ik vind het heel cute. En ik heb een bijpassende blouse daarvoor. En ik was laatst met Soef. En ik heb ooit dus... zo. Ooit laten vallen dat ik deze, die hij aan had ooit tijdens de clipshoot, heel leuk vond. En toen had hij die voor mij gehaald. Ik ga ze even aan jullie laten zien. Maar deze zien er zo uit. Dit zijn van die lange Gucci sokken met glitters. Maar ik weet niet of ik deze mee ga nemen. Oké, guys. Ik ben gewoon wakker. Ja, niet wakker. Ik heb heel eventjes geslapen. Maar kijk hoe cute. Ik heb dit net klaargelegd. Ik weet niet of jullie het goed zien. Dus als hij thuis komt, ziet hij dit. Ik ga nu gewoon naar beneden, want de Uber staat er. Ik heb een spijkerjack van Tommy bij. Die doe ik in de lift even aan. En een caprisonne. Mijn sleutels niet vergeten. Alarm instellen. Want hij is toch zo thuis. Even kijken of ik alles heb. Double check, double check. Ik denk het wel. Even nog een geurtje opdoen. Dit is mijn outfit. Ik heb een oversized Balenciaga shirt aan. Rode legging, Balenciaga schoenen. Ik ga deze nu even aan doen. Zij weet ik nog niet om mijn vibe. En zo weet ik heb het lockdown. Ik vind je nice, girl. Heb je het koud, ik breek die ijs, girl. Voor mij doe je alles, maar ik ijs. Oké, guys. Ik ben met Shady en we zien er gewoon bijna hetzelfde uit. Zij heeft rood aan, ik heb rood aan. Een tijdje geleden waren de ruiten ingeslagen van mijn andere auto. En toen zat mijn paspoort in de dash en die is gejat. Wat ik heel jammer vind, want daar zaten echt veel stempels in van veel landen. Want dat was de paspoort die ik zou bewaren. En nu heb ik een nooddocument. Ja, maar nu heb ik wel een roze. Ja, wou ik net zeggen. Nu heb ik wel een roze nooddocument, jongens. Oké, wij gaan ontbijten. We hebben allebei infused water. Ik heb komkommer en Shady heeft munt. Met citroen. En we wachten op onze egg bowls. En we hebben een gemberflesje. En dit moet een shot voorstellen. Oké, Shady heeft een mini slokje genomen, want we zouden eigenlijk helft-helft doen. Dus ik ga take like a champ, gewoon. Ja. In één shot in je mond. Oh. Oké, laat me zien. Niet alles, nee, wel de helft. Ja, ja, de helft wel. Ja, maar jij hebt dat niet gedaan. Ik doe de rest dan. En dan moet je inademen. Ik heb het wel gedaan. Ik krijg de hik altijd hiervan, hè. Oké, daar ga je. Oh. Nee, met eigeel. Die moet je open scheuren. Oh, yeah. Dus wij hebben een bakje met twee poached eggs. Ik heb zalm en avocado. En Shady heeft zuurro met spinazie en doperwten.
bagage in het hotel gelaten. We gaan nu eten. Het is 11:15. Het is gewoon nog ochtend hier. Nederland loopt 1 uurtje voor. Toch? Nederland loopt 1 uurtje voor. Ja, daar is het dus 11:15. En wij gaan ook gelijk. Want vorige keer met Soef kon ik hier helemaal niet eten. Daar waar ik wou eten. Dus wij gaan nu naar Nando's. Daar heb ik zoveel zin in. En dan als we terug zijn, ga ik mijn haar eventjes om. En me aankleden. En wij hebben Nando's gevonden. Ik kan niet wachten om dit te eten. Wij zijn nu binnen bij Nando's. En we hebben allebei een flesje water. En ons eten komt eraan. Maar we hebben altijd een... Hoe noem je dit, Nata? Gewoon dessert. Nee, niet gewoon een dessert. Dit heet Nata nog iets. Dit is een Portugees toetje en dit vind ik altijd zo lekker. Dus ik eet deze voor het eten. Wij hebben ons eten. Ik heb een medium wrap. Met frietjes en koolsla. En Shady heeft chicken thighs. Met koolsla en spicy rice. Ik heb haar extra friet erbij gegeven. Zij heeft echt extra heet. En ik ben echt een basic bitch. En dit is echt Nando's begrip. En dit ga je er dan overheen. Oké, dus ik heb al een deel er overheen gegooid. Maar dit gooi je er dus overheen. Dit moet je eerst zo laten. En dan komt het eruit. Moet je schudden. Eet smakelijk. Oké, guys, we gaan nu content schieten. Ik heb even mijn haar in de krul gedaan, opgemaakt. Ik heb dit outfitje aan. Heel pretty little thing. En we gaan nu even een foto maken omdat het nog licht is. En dan ga ik snel weer naar binnen. Om nog een foto te maken, want ik ga dit Instagram dingetje heel serieus nemen. En ik voel me aangestaard, maar hey. Ik ga echt zo lopen. Oké, dus wij gaan nu onze foto's maken voordat het donker wordt. Oké, nu heb ik me omgekleed in de outfit die ik vanavond ook meteen aanhaal. Het is hier best wel lekker weer en ik zie er blauw uit. Oké, dat is nu gefixt. Is de Uber er al? We hebben 3 minuten. Oké, dus Uber is over 3 minuten. En wij gaan nu naar Burgerie. Oftewel de lekkerste burgertent die er bestaat. You guys will love it. En daar ga ik echt even niet op mijn dieet letten. Ik heb trouwens dit mannenblouse aan van Calvin Klein. Die ik eerder ook aan had. En ik heb deze leren beste joggers aan. Oeh, ik viel bijna. En mijn doorzichtige shoes. En dit tasje. Ik heb zo'n nummer, guys. En deze burger heb ik al toegetakeld. We hebben hier nog burgers en cheese fries. Maar ik wou dus een burgerfoto. Shady was zo slim om bursten te maken. Zodat van elke beweging dat ik een shot had. En dan zit er sowieso wel een goede bij. Ik kon op een gegeven moment niet stoppen, want ik moest hem afnemen. Oké, wij hebben net gegeten bij Burgerie. En vervolgens zijn we... Awkward. Zijn we even wat gaan drinken hier in Mayfair. En staat er een Uber op ons te wachten. En deze vrouw probeerde net onze Uber te stelen. Maar wij gaan weer terug naar het hotel. Oké, dus Shady. Ik was beneden in de lobby. En ik zie Shady opeens voor de lift staan. En ze dacht. Ze heeft even een trainingsoutfit aan. Bleek ze gewoon haar legging. Achter het voren aan hebben. Het ziet er anders uit dan wanneer ik het normaal. Nee, maar wel die. Jawel, dit is wel lelijk. Ik ben inmiddels in het hotelkamer. Ik heb even mijn haar vastgedaan. En met. De allerfijnste make-up doekjes ever. Even globaal mijn make-up eraf gehaald. Ik ga nu mijn Luna 3 gebruiken. En ik heb een Drunk Elephant travel size cleanser. En Drunk Elephant is sowieso heel goed. Dus die ga ik nu opdoen. En dan ga ik even mijn gezicht wat dieper reinigen. Starskin maskers opdoen voor het slapen gaan. En dan gaan we eigenlijk het bed gelijk. Oké, ik heb mijn masker op. Ik ga dit laten inwerken.
Shady is bezig met haar masker. En dan ga ik lekker slapen. Als ik het heb verwijderd. Hoe lang moeten we dit inlaten? Weken. 15, 20 minuten. En dan gewoon masseren, de crème? Die van mij masseren, maar ik weet niet of dat ook iets van jou staat. Ja, sowieso, sowieso. Sowieso. Oké, guys, ik ben ready for bed. Ik ga slapen. Ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog hebben gevonden. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Hey.